Oké, drie uur. We gaan beginnen. Goed dat jullie er zijn. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Max Klerks. Ik ben sales manager binnen Exclusive Networks. Bedankt allemaal dat jullie hier vandaag bij aanwezig willen zijn. Want zoals jullie aan de naam van het webinar zien, willen wij graag met jullie even proosten op het afgelopen jaar en natuurlijk ook op het nieuwe jaar. En daarvoor hebben jullie, als het goed is, allemaal een borrelbox ontvangen. Ik zal hem even laten zien. Ik hoop dat hij bij iedereen in goede orde is ontvangen. Dat iedereen hem bij zich heeft. Dat hij jullie op tijd bereikt heeft. Mij in ieder geval wel. Zoals jullie ook kunnen zien, de agenda. Dus we gaan het daar even over introductie exclusive. Het is eigenlijk meer een update. Want de meeste aanwezigen die kennen ons al enigszins. En ik heb daarvoor uitgenodigd René van Dorst. Partner Systems Engineers bij Aruba. En Luc van der Braak, die ook bij mij in deze ruimte zit. Dus account manager binnen onze organisatie. Ik zou zeggen, laten we beginnen. René, kun jij de volgende slide laten zien? Zeker. Alright. Nou, Exclusive Networks Nederland. Start in 2007. Inmiddels zijn we met 110 medewerkers in Nederland en blijven we hard groeien. Afgelopen jaar een omzet gedaan van om en nabij de 185 miljoen. En we vertegenwoordigen in Nederland dan circa 50 leveranciers. We zijn geen broadliner, we zijn echt een gespecialiseerde distributeur. En de focus daarin en de technologieën van de vendoren die we vertegenwoordigen, die zitten met hun oplossingen in cybersecurity en networking en in cloud adoptie, cloud transformatie. En zoals je kan zien, 1100 resellers, 1100 partners waar jullie natuurlijk een groot gedeelte en een belangrijk gedeelte voor zijn geweest. Een aantal wijzigingen ook binnen het Aruba team. Ik ben sinds een half jaar de sales manager geworden. Jan Niessen, die de meeste van jullie misschien kennen, blijft nauw betrokken. Maar ik zal de kar, zoals ze dat zo mooi zeggen, gaan trekken. Samen met Luc, verantwoordelijk voor de buitendienst, die ook in beeld is. We hebben ook een nieuwe country manager in Nederland. Perry van Waaienburg, die heeft ons sinds 1 januari verlaten. En is opgevolgd door Ben Albrechts. Geen onbekende, dus de Benelux, de Benelux country manager geworden. Hij deed daarvoor in al België. Dus zover even de introductie en de update van Nederland. Kun je even de volgende slide laten zien, René? We zijn onderdeel van een... Ik begrijp wel dat er wat mensen zijn die issues hebben met inloggen. Ik weet niet of dat iedereen is of... ik zie wel op attendees uiteraard. Maar ik zie in de chat dat ook wat mensen zijn die problemen hebben met inloggen. Maar ik weet niet of het goed is, hebben zij... vandaag nog, zeker een uur geleden, nog een nieuwe link ontvangen. En daarop kan ingelogd worden. Dat even proberen. Okay. Hopen dat dat werkt. Oké, ga gewoon verder. Oké. Als Exclusive Networks Nederland zijn we onderdeel van Exclusive Networks Groep. Een Franse organisatie. We zitten in 50 landen. We zijn verdeeld over 5 continenten en meer dan 2100 medewerkers. Een heel groot gedeelte technici en commerciële mensen. En wat ik net al aangaf, we zijn een specialist. Dus we proberen ook te focussen en certificeringen binnen te halen. Ook een sterke ratio van engineers ten opzichte van sales. Die ratio is 1 op 2. Wat denk ik best wel een unieke prestatie is in deze tijd. Verder zijn we vooral goed vertegenwoordigd in EMEA en specifiek in Europa. De grootste landen zijn Nederland, Italië, UK, Frankrijk. Even een volgende slide nemen. Nou, ik had even nagedacht over wat ik belangrijk vind ook voor de partners. Hè, want het is natuurlijk een Aruba webinar vandaag. Voor de Aruba partners denk ik
even belangrijk om aan te stippen wat nu de belangrijkste verschillen zijn van exclusive networks ten opzichte van de andere distributeurs. En wat hierin duidelijk naar voren komt, is dat wij dus echt specialistisch zijn. We focussen ons op cybersecurity en op networking, op cloud adoptie en in veel mindere mate bijvoorbeeld op server storage, op consumentenelektronica, laptops en dat soort werk. Dus in die zin specialist, veel engineers in dienst, wat ik al even aanhaalde. Maar daarnaast zijn we ook dus een global partij met desondanks wel een lokale manier van werken. En dus je ziet hier andere... Ja, dus, dit is gewoon staan. Mislukt. Een aantal. Nee, pak de volgende slide maar in. Dat dekt er later op. Is goed zo. Een aantal zaken die, waarin wij het, het anders doen of waar wij goed in kunnen ondersteunen bij de partners. Even van links naar rechts, van boven naar beneden. Quoting on behalf is voor velen denk ik een bekende, waarbij de partner ons machtigt om namens hen quotes aan te vragen, projectkortingen te controleren, echt de intermediaire partij te zijn tussen de vendor en de partner, ja, om simpel gezegd die winkans in dat project te vergroten. We zijn echt een projectenorganisatie en we zitten heel erg in de adviesrol en in de, we controleren kitlisten, doen we met onze technici, maar ook met onze commerciële mensen. We hebben sinds kort ook de bevestiging gehad dat wij het Silver Peak contract hebben gekregen. Dus binnen de vier distributeurs voor Aruba zijn wij de enige partij die dat mogen leveren. Daarmee zijn wij dus de enige end-to-end Aruba distributeur in Nederland. Dus daar zijn we trots op. En ja, de belangrijkste reden daarin is denk ik dat wij vooral op dat stukje One en een stukje specialisme zitten. Verder zijn we export compliant. Dus we hebben ook de papieren om te mogen leveren naar het buitenland, binnen de EU, maar dus ook buiten de EU. Dus ook daarin kunnen wij de partner ondersteunen. Als je dan daar beneden kijkt naar de bullet points, aan de linkerkant een beetje de wat meer commerciële argumenten en rechts wat meer technische argumenten. We hebben een dedicated een focus team voor specifiek voor Aruba met 7 FTE's en dat is alleen het commerciële stuk. Dus daar zitten de engineers zijn daar niet eens bij meegerekend. Een aantal zaken wat we ook kunnen faciliteren. Dus hopelijk straks meer en meer als we de coronaregels coulanter zullen worden. En ik hoop we weer de workshops te kunnen gaan doen. Sales certificering en daarin te ondersteunen en weer bij jullie langs te kunnen komen. Dan een aantal technische argumenten. We kunnen ondersteunen in sales en pre-sales. Eigenlijk kunnen we van A tot Z begeleiden. Dit zijn een aantal mooie voorbeelden daarvan. Zeker ook de engineers voor ClearPass. Daarin hebben we er inmiddels 2 gecertificeerde. Dus die kunnen daarin ook van A tot Z begeleiden. En we kunnen zelfs tot aan de bekabeling toe ondersteunen. Dus echt het totaalpakket begeleiden. Vergeet helemaal om ook daadwerkelijk te proosten. Dat wilde ik eigenlijk vooraf doen. Dus dat ga ik nu maar meteen even doen. Ik zou zeggen... Bedankt voor het afgelopen jaar. En ik zou zeggen, we gaan er weer een heel mooi 2022 van maken. Ik draai hem open en de kurk gaat eraf. Ik hoop dat jullie dat thuis ook doen. Of op, ja, kan het ook niet schoon. Zeg, proost allemaal. Ik cheat zelfs een beetje tijdens mijn dry January, maar daar maak ik voor deze gelegenheid graag gebruik van. Ik zou zeggen, proost jongens. Proost. Op een mooi jaar. Proost. En dan geef ik daarna het woord aan René. Bijna. In nog 1 slide. Terecht ben. Dankjewel René. Op jouw advies trouwens, René. We kunnen nog steeds niet langskomen, doen nog steeds geen fysieke evenementjes. Dus vonden we het eigenlijk leuk om even een beetje een gezicht bij de naam te krijgen. En bij het HP Focus Team, wat ik net al aangaf, om daar even de namen en wat foto's van te laten zien. Dus het HP Focus Team, nou, dat zijn de bovenste 7
En daarbij ook vanuit marketing Karien Schepens, die dit ook heeft mede mogelijk gemaakt. En die is ook verantwoordelijk voor Aruba. En Lianne Schultz, verantwoordelijk voor de engineers. En ja, vanuit de professional services, zeg maar, mee begeleiden van projecten. En de diensten die we daarin aanbieden. Ja, dus even een gezicht bij de naam, vond ik wel leuk. Alright. Dan neem ik het nu van jou over. Ja, welkom allemaal. René van Dorst, ik ben partner system engineer bij Aruba. Ik ben bijna 9 jaar in dienst, dus voor jullie hoop ik sommigen al bekend gezicht en zo niet, dan welkom bij dit webinar. Ja, voor mij de eer om jullie wat meer te vertellen over de User Experience Insight oplossing van Aruba. Waarin ik naast even een korte introductie ook een kleine demo zal geven. En waarbij aan het eind eigenlijk ja, kans is al uiteraard om vragen te stellen. Ik kan tijdens het hele webinar. We zullen aan het einde de vragen, zeg maar, behandelen die jullie stellen. Mochten jullie nou geen vragen hebben, hebben we zelf al wel vragen voorbereid. We horen namelijk vaak dezelfde soort vragen. Ja, die probeer ik uiteraard ook tijdens het webinar wel al te beantwoorden. Maar die zullen we alvast dan op die manier behandelen. Nou, allereerst, User Experience Insight is een oplossing die Aruba niet zelf heeft ontwikkeld, maar het is een partij die wij hebben overgenomen. In 2018 is Cape Networks overgenomen. Cape staat voor Cape Town in Zuid-Afrika. Dat is eigenlijk, zeg maar, waar het bedrijf is opgericht en eigenlijk ook waar het hele de R&D-tak van dus nu inmiddels UXI-team zit. Daar is inmiddels het team verdubbeld met mensen, dus er wordt aardig wat doorontwikkeld. Nou ja, Aruba heeft het overgenomen uiteraard om onder, het eerst was het ook van onder de naam Service Assurance, degene die ons wat nauwlettender in de gaten houden. Uiteindelijk heeft marketing toch besloten om Insight, iedereen heeft het tegenwoordig over Insights, dus dat is dan een bijpassende naam. Uiteraard hebben we het hier over een oplossing waarbij de gebruikerservaring wordt gemeten en vandaar ook het uiteraard de User Experience Insight benaming. Nou, het is een oplossing, wat ik al zei, die we dus hebben overgenomen. Aruba was al zelf bezig met een dergelijke oplossing, waarbij we eigenlijk, zeg maar, de access points gebruikten om ja, eigenlijk, zeg maar, clients te simuleren. Echter, ja, een access point is geen client, hè, en een access point hangt over het algemeen ook aan het plafond. En de sensoren of clients, wat die we daarna proberen te bootsen, die hangen niet aan het plafond. Dus vandaar ook dat er een keuze is gemaakt om dus ja, eigenlijk de Cape Networks oplossing te integreren in het portfolio. Nou, dat biedt uiteindelijk een aantal mogelijkheden. Hè. We kunnen ook de installbase die Cape al had opgebouwd, die hebben we natuurlijk ook als klantenbase toegevoegd. En het is een hele schaalbare en eenvoudige oplossing. Ja, die eigenlijk al gewoon kant en klaar stond, zeg maar. Dus daar heeft het natuurlijk voor ons veel voordelen. Uiteraard is het inmiddels ook al grotendeels geïntegreerd, hè, dus op onze prijslijst, et cetera. En ook al in onze tooling inmiddels verwerkt. Maar wat het dus is, is eigenlijk een oplossing waarbij de gebruikservaring en ook met name natuurlijk ja, de sensoren worden gebruikt. Dus waarom eigenlijk? Hè? Wat is nou eigenlijk precies de reden? Waarom die gebruikservaring nou zo belangrijk is, dat nou zo belangrijk? En wat is ook vaak de vragen die je, zeg maar, ziet, hè? De gebruikers die klagen, zeg maar, over, die hebben een probleem. En vaak, zeg maar, ja, voor hun percepering van hun probleem is natuurlijk wat ze zien. Je hoort vaak problemen. Ik heb het wifi, doet het niet, of je ziet allerlei andere dingen. Het zoomen is langzaam vandaag, of allerlei andere voorbeelden die hier staan. En dat zijn natuurlijk een beetje de zaken waarmee eindgebruikers natuurlijk naar de helpdesk komen. En uiteindelijk, ja, dat soort zaken zijn natuurlijk lastig om dan te bepalen waar het probleem zit. Dus je hebt eigenlijk, zeg maar, een klacht van een gebruiker. Maar ja, waar ga je nu als, zeg maar, helpdesk? En waar uiteraard de klanten hebben zelf vaak een helpdesk. Maar uiteindelijk, jullie als partner, hè, bieden met jullie nog diensten ook helpdesk aan, zeg maar, voor de klanten. En waar ga je nou beginnen met zo'n probleemonderzoek? Hè? Waar zit nou het probleem? Zit het in wired? Zit het in wireless? Is het een probleem van een device? Is het, zeg maar, een probleem van een applicatie? Dus natuurlijk een hele keten van zaken die dus ja, eigenlijk, zeg maar, gebruikt, die
waar een client langskomt voordat ze überhaupt tot applicatie komen. Nou, wat is dan die user experience oplossing? Dat is eigenlijk heel simpel. Dat bestaat uit een sensor, een hardware-based sensor, die deploy is op de locaties. In principe heb je hoef je geen kabels te trekken, de X-point of die sensoren, sorry. Die kun je gewoon ergens neerleggen of eventueel aan de muur bevestigen. Bij voorkeur bevestig je zeg maar op de plekken waar ook ongeveer clients zijn. Dus dat is met name dus op een beetje zeg maar bureauniveau, laat ik het zo zeggen. En dus niet aan een plafond over het algemeen. Uiteraard kan dat wel, maar het biedt iets minder perspectief van hoe een client normaal zeg maar ook het netwerk zou zien. Maar waarom geen kabels? Uiteraard wel een kabel, omdat het sensor heeft natuurlijk wel spanning nodig, hè, stroom. Dus je hebt altijd wel een voedingsbron nodig. Maar dat kan dus ook eventueel zonder een power over ethernet. Dat kan ook gewoon alleen maar dus wireless testen. Dus de sensor heb je, dat is enerzijds de hardware. En anderzijds heb je dus het platform, het cloud-based platform. En dat is eigenlijk zeg maar waar je de monitoring doet, waar alle data in te zien is, waar alles verzameld wordt. Het bestaat natuurlijk uit twee delen, hè. Je hebt een backend en een frontend. Maar in principe is het gewoon een één platform waar je zeg maar, als gebruiker dat het systeem zeg maar, in gebruikt. En cloud-based zeg ik even specifiek bij. Dat betekent dus dat er is geen on-premise variant van UXI. Dus je hebt altijd een cloud-oplossing. Dat is ook geen keuze. Nou, UXI in one minute. De sensoren die onboarden eigenlijk als een gebruiker. Je installeert ze, wat ik al zei, in de buurt van waar ook de gebruikers normaal zitten. Je hoeft dus geen kabels te trekken. Maar uiteindelijk kan je dus verbinden met ieder netwerk. Het hoeft niet per se een Google netwerk te zijn. Het kan iedere vendor's netwerk zijn. Het kan zowel bekabeld als draadloos zijn. Als je bekabelt, nou, het voordeel uiteraard daarvan is dat je een vergelijk hebt tussen wired en wireless. Maar uiteindelijk een verbinding maakt niet uit of je het ene of het andere doet. Je kunt het allebei doen of ook het ene of het andere. Het is de keuzes aan je vrij. En vervolgens doet die sensor allerlei testen op het netwerk. Eigenlijk probeert een IP-adres te krijgen. Probeert de DNS-server te benaderen, de gateway en al dat soort zaken. Eventuele captive portal als je dat. Als je een guest SSID bijvoorbeeld hebt, dan wordt ook de captive portal getest. En daarnaast worden dan allerlei applicaties en services die je zeg maar zelf instelt, die worden dan getest. En het zijn met name web-based services die getest worden. Maar kunnen ook bijvoorbeeld allerlei performance monitoring zijn. Hè? Dus iPerf of allerlei speedtests, Dropbox of allerlei andere systemen die gebruikt worden. Nou, en dat wordt dan vervolgens gepresenteerd in een hele eenvoudige en een krachtige. Het is aan de ene kant heel eenvoudig, want het is, zoals je ziet met smileys. En vervolgens kan je wel dieper gaan in de dashboard om uiteraard specifieke, als er problemen zijn, om de root cause naar boven te halen. Nou, je plaatst eigenlijk die sensoren dus in ieder geval op iedere locatie wil je bij voorkeur een sensor hebben. Maar je kunt uiteraard uit het aantal sensoren uitbreiden. Bijvoorbeeld eentje per verdieping. Je kunt ook op specifieke probleemgebieden kan je een sensor plaatsen. Maar een beetje de stelregel die wordt aangehouden is ongeveer één sensor per 5 à 10 exports. Is een stelregel, is geen enkele noodzaak om dat te doen. Het werkt ook met één sensor. Doordat je zeg maar, in de verschillende delen van je pand meerdere sensoren hebt, kun je uiteraard op meerdere plekken ook zeg maar, de gebruikservaringen testen. Nou, je verbindt de sensor met of een adapter. Dus dan verbind je hem eigenlijk alleen maar draadloos. Of je verbindt hem ook met een ethernetkabel. En dan heb je de keuze uiteraard om dat via PoE te doen. Zodat hij ook de voeding uit die kabel haalt. Dus dan heb je uiteindelijk maar één kabel. Net zoals we eigenlijk de access points aansluiten. Nou, op dat moment, we hebben eigenlijk in de G-series, zeg maar, dat is de nieuwste generatie. Formfactor met name, de G-series. Deze formfactor is afwijkend van de vorige generatie. En er zijn eigenlijk twee typen sensoren. Er is er eentje met alleen maar een ethernet aansluiting. In de zin van, je hebt geen cellular. Je hebt ook een C erachter staan voor cellular. En die versie kan ook geonboard worden via de cellular.
Dus de onboarding gaat dus, als je een normale GSM-sensor hebt zonder cellular, gaat het via een app. En die hebben we inmiddels ook voor Android en iOS. Kun je dus via Bluetooth wordt eigenlijk de sensor geonboard. Dan heb je de cellular, dat is een voordeel van de cellular. Dan kun je gewoon die sensor opsturen zonder dat je hem uit de doos hebt gehaald naar een klant. De klant die steekt hem ofwel in een stopcontact of ergens in een outlet. En vervolgens heb je via de cellular wordt het de sensor geprovisioned. En uiteraard dan heb je vervolgens de statistiek in het dashboard. Nou, wat ik al zei, het is een heel eenvoudig dashboard. Aan zich, de eerste view die je hebt is heel eenvoudig. Maar als je uiteraard wil, dan kun je ook veel verder in de diepte induiken. Maar als het een smiley is en hij is groen, ja, dat zal iedereen begrijpen, dan is de performance oké. En is er iets rood en is hij niet blij, kijkt hij niet blij, dan is het een issue. En uiteraard kun je dan vervolgens op die issues kun je inzoomen. Nou, je brengt dus eigenlijk zeg maar bij voorkeur de sensoren op iedere locatie, bij voorkeur op elke verdieping, geen noodzaak. Maar ik zou zeggen, begin altijd met één sensor per locatie. En dan heb je in ieder geval een goede basis van om de vergelijking tussen eventuele meerdere locaties of eventueel meerdere klanten. Hè, als je een partner bent en dit als een dienst wilt aanbieden, wat uiteraard ook een mogelijkheid is. En vervolgens kun je dus per sensor zien wat zeg maar de statistieken zijn. En dus je kunt dan al de diepte induiken per zo'n sensoren. Nou, uiteindelijk wat ik al had aangegeven, het is natuurlijk niet alleen maar de netwerktest die zo'n device doet. Uiteindelijk gaat hij daadwerkelijk applicaties testen. In dit voorbeeld zie je bijvoorbeeld Skype for Business wordt goed getest. En dan wordt daadwerkelijk zeg maar een VoIP MOS test een waarde aangegeven aan de kwaliteit van de verbinding. Dat kun je dan doen van de laatste 3 uur tot en met 30 dagen kan je dus terugzien. En kun je dus eventueel problemen die geweest zijn, kun je dus op die manier naar boven halen. Je kunt dus per sensor, kan dus ook een packet capture naar boven worden gehaald, hè, voor eventueel diepgaandere analyse. En die kan je dus downloaden vanaf de sensor en vervolgens kan je die dan extern weer analyseren. Nou, dat begint eigenlijk als er een probleem zeg maar, zich voordoet, dan gebeurt er een automatische triage plaats. En hier zie je eigenlijk zeg maar, de stappen die een sensor standaard doorloopt. In het geval van wifi, dat is het bovenste, is het een eerste associatie, hè? Dat is de laag 1. En vervolgens gaat hij dus door alle lagen zo'n beetje van het OSI-model heen, om uiteindelijk zeg maar, de taak of de service te benaderen. En uiteindelijk zie je hier dus heel eenvoudig van boven, gaat hij lees je naar beneden, waar zit het probleem? Oh, hier zit een probleem, dan weet je waar, op welk niveau het probleem zit. Dus eigenlijk is er geen probleem met het netwerk in dit geval, maar is er een probleem met de service die probeert te benaderen. Nou, het is een heel eenvoudig dashboard en het bestaat dus, wat ik al zei, uit een sensor en uit een dashboard waar je gebruik of eigenlijk een subscription aanschaft. Die subscriptions zijn er dan weliswaar in, eigenlijk maar zijn er maar 2 types subscriptions. Je hebt altijd de basis subscription nodig en als je een cellular sensor hebt, dan heb je ook een cellular subscription nodig. Dus voor die specifieke cellular heb je dus 2 subscriptions nodig, terwijl je voor de Ethernet only, of ja, dat zijn de standaard sensoren, heb je dus geen cellular subscription nodig. Maar je krijgt dus in het dashboard zit uiteraard een mogelijkheid om support tickets aan te maken en dat is echt super eenvoudig met een chatfunctie. Dus je hoeft niet meer naar een apart portal te gaan. Als je een vraag hebt, kun je die uiteraard eventueel gewoon de help raadplegen. Maar je kunt ook gewoon een conversatie starten met een van onze takmedewerkers. En dat zit uiteraard inclusief in die subscription. Je kunt altijd nieuwe conversaties starten over nieuwe problemen en afgesloten vraagstukken. Maar je kunt ook al je vraagstukken van het verleden kun je gewoon terugkijken. Nou, dan switch ik nu al even naar een korte demo. En hier zien jullie, ik ben inmiddels uitgelogd uiteraard. Ik dacht, ik ga al even beginnen. Jullie zien nu het inlog op Aruba Central. En in deze omgeving heb ik, dit is overigens mijn thuisnetwerkje, heb ik zeg maar een koppeling gemaakt tussen Central en tussen het UXI oplossen. Waarbij als je inlogt in Central, heb je eventueel al je locaties zijn daarin aangemaakt. En in dit geval zie je ons kantoor in Amstelveen. En zie je mijn thuislocatie. En hier zie je ook. De kleur van deze locatie is groen. Dat betekent natuurlijk dat er geen problemen zijn. En je ziet ook
Dat de experience inside everything is good. Als je hierop klikt, mocht er wel een probleem bijvoorbeeld zijn, kun je erop klikken en dan word je automatisch doorgelogd naar de UXI dashboard. Nou, dit is dus het dashboard wat je al in de eerdere slides hebt gezien. Heel eenvoudig. Je hebt dan beginnend uiteraard met de globale status. Hier wordt eigenlijk een verzameling gemaakt van de groepen die je eventueel hebt geconfigureerd. Ik heb hier gewoon Nederland gedaan. Je kan het elke naam geven die je wilt. En vervolgens heeft de sensor ook een naam. Dan kan het natuurlijk de naam van de locatie zijn. Naam van een verdieping erbij, et cetera. Net zo goed als je die access point waar ze van een naam geeft of andere devices. Kan dat ook met de sensor. En dan ben je vrij in om dat helemaal te configureren. Je hebt ook, uiteraard hier ook een top level view. Mocht je nou meerdere sensoren hebben. Ik heb in dit geval maar één. Dan heb je zeg maar ook eventueel zicht op al die andere sensoren. En je kunt dan eventueel filteren op die groepen. En hier eventueel nog een andere view. Ik ga even terug naar de standaard dashboard. Hierin zie je dus zeg maar de sensoren wat ik al zei. Vervolgens heb je de core services noemen we dat eigenlijk. Hè. Dat zijn eigenlijk de network services. Dat zijn het verbinden met wifi, het associëren, het authenticeren. Het opvragen van een IP-adres en DHCP, het benaderen van de gateway en uiteraard de DNS. Dat zijn de core services. Dus hier komt eventueel ook nog, als je dat hebt geconfigureerd, heb ik in dit geval niet een captive portal bij te staan. Dus die services zijn eigenlijk standaard. Behalve die captive portal heb ik dus nu niet geconfigureerd, maar die altijd standaard worden doorlopen. Nou, vervolgens zie je dus hier de internal en external. En dat zijn eigenlijk de tests die je zelf kunt configureren. Er zijn een aantal van tevoren gedefinieerde tests, maar er zijn ook een aantal die je gewoon zelf kunt configureren. Ik heb in dit geval bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, een Zoom test aangemaakt zelf. En Zoom wordt dus gewoon een VoIP MOS test gedaan naar dit specifieke target. En dan kun je zien zeg maar, wat de MOS waarde is en allerlei andere gedetailleerde statistieken. Je kunt dus filteren om de laatste uur, de laatste 3 uur. En je kunt ook uiteraard gewoon allerlei andere filters toepassen op het tijdsgebied. Maar je kunt het maximaal tot de laatste 30 dagen. Kun je dus terug in de historie. Nog even naar de sensor. Dit, wat ik al zei, dit is een heel eenvoudig overzicht. Maar als je dus de diepte in wilt en heel veel details wilt van de sensor zelf. Dan zie je hier eigenlijk de twee netwerken die dus getest worden. En ik heb specifiek een 2.4 en een 5 gigahertz test. Dus bij mij worden 2.4 getest en daarna wordt er 5 gigahertz getest. Dan kun je zelf zeg maar zo configureren. Je kunt ook gewoon alleen maar één SSD configureren en dan test die gewoon het sterkste netwerk, zoals eigenlijk een client ook zou doen. Specifiek heb ik dit dus in mijn omgeving zo geconfigureerd. Nou ja, hier allerlei statistieken van alle tests die doorlopen worden. Dus je hebt in één oogopslag heb je dus alle statistieken van zo'n sensor. Nou, bij mij is nu niks aan de hand. Dus ik heb geen zaken die niet goed zijn. En dat is natuurlijk altijd het nadeel van een demo. Dat alles goed is, kan je niet laten zien wat nou. Vandaar dat ik ook net een screenshot liet zien. Als er dus een issue is, krijg je bijvoorbeeld dat soort dingen. Als een packet capture te kunnen downloaden. Of die triage die je kunt doen. Nou, het configureren gaat dus hier via de settings. Overigens, een vraag die waarschijnlijk straks al komt. Maar die nog wel uitgebreid beantwoord. Je kunt gewoon switchen tussen accounts. Dat kan dus bij onze Aruba Central oplossing. Je kunt als partner toegang hebben tot meerdere klantaccounts. En dat kan in dit geval ook. Je kan hier gewoon switchen tussen eventueel andere accounts waar ik dan toegang toe heb. Je kunt uiteraard ook gewoon alle klanten in één omgeving opnemen. Het nadeel is alleen dan dat er geen mogelijkheid is dat de klant alleen maar zijn sensor ziet. Dus als je een klant ook toegang wilt geven tot zijn sensoren, dan zul je echt losse omgevingen moeten configureren. Even naar de settings. Het begint uiteraard bij de sensor. Nou, ik heb één sensor toegevoegd. Gelukkig hebben we inmiddels ook de mogelijkheid om zelf sensoren toe te voegen. Dat moest eerst via een webpagina. Dat zit inmiddels gelukkig geïntegreerd in de oplossing. En je kunt één sensor of uiteraard meerdere sensoren via een CSV-file uploaden. Nou, als je dan eenmaal sensoren hebt, dan heb je uiteraard de sensor ook iets gaan doen. Hè? Hij moet gaan testen. En dat doe je dus door netwerk aan te maken. Nou, die zie je dus hierboven. Je ziet wireless en wired. Nou, ik heb dus een aantal SSD's geconfigureerd. We hebben alle type SSD's uiteraard. Dit zijn overigens de SSD's die een sensor ziet. Je kunt ook gewoon zelf een SSD naam hebben. Mocht je de sensor op hebben gestuurd, maar nog niet aan zijn. Of wil je van tevoren configureren.
Dan kun je gewoon zelf alvast dat aanmaken. Je kunt een alias aangeven. Heb ik dus bijvoorbeeld net gedaan met die 2.4 en 5 GHz. En je kunt uiteraard alle type SSD's die er zijn, kun je configureren, van open tot en met de enterprise varianten met certificaat authenticatie. Dus dan kun je helemaal configureren zodra je de netwerk hebt aangemaakt. Dit zijn dan de wireless netwerken, dit zijn de wired netwerken. Je kunt eventueel meerdere VLANs, maar ook op het wired kun je authenticatie doen. Net zo goed als je dat op wireless doet. En vervolgens kun je die toewijzen aan de sensor. Dus bij de sensor heb ik dus aangegeven welke netwerken wireless en wired er getest moeten worden. Nou, ik heb mijn sensor alleen maar wireless, die ligt hier naast mij. Er zit geen ethernetkabel in. Dus hij test alleen maar in dit geval de wireless testen. Uiteraard heel veel details die we nog kunnen doorspreken, maar we hebben niet zo heel veel tijd meer, zie ik. Inmiddels zitten we al op 3:30, dus we hebben nog een klein kwartiertje. Belangrijkste natuurlijk wat het is, gaat om de testen. Nou, die core testen heb ik net al benoemd. Hier staan eigenlijk alle testen die ik geconfigureerd heb of eventueel enabled heb. En die kun je dan vervolgens zelf aanmaken. Als ik zeg, de category is internal, komen ze in het lijstje internal. Dat kan bijvoorbeeld een interne telnet server zijn of een andere server die je wilt testen. En dan kun je vervolgens op die test kun je dan zelf configureren of het op een wilt een VoIP server wil je testen of je wilt een bepaalde webapplicatie testen. Nou, webapplicatie testen is ook een van de nieuwe zaken die vorig jaar is geïntroduceerd, waarbij je eigenlijk dus gewoon inlogt op een applicatie en allerlei kliks doet. Net zo goed als een gebruiker ook gewoon inlogt op een webapplicatie en die klikt op een bepaalde link en die gaat vervolgens nog naar een andere link. Al dat soort links, al dat soort ervaringen kan je dus helemaal opnemen. En dat doe je dus met een Chrome extension. Heel veel details zou ik niet over geven, maar hier staat een link ook gewoon hoe dat configureert. Het is heel eenvoudig, een extension. Je zet die extension aan, je neemt op alle kliks die je wilt doen. Vervolgens een file die je dan kunt downloaden. En die upload je hier in de dashboard. En dan is het, zo eenvoudig is het, dan zet je hem aan en is die eigenlijk, wordt die meegenomen in de eerstvolgende ronde. Dus de sensoren die testen, dus de netwerken die je hebt geconfigureerd, één voor één, niet allemaal tegelijk. Wordt gewoon één SSD wordt er verbonden, alle tests worden doorlopen, vervolgens gaat hij naar het volgende SSD en daar worden ook alle testen doorlopen. En je bent vrij om te selecteren voor welke netwerken je welke testen zeg maar wel en niet wil aanzetten. Dan kun je dus helemaal op groepsniveau of op netwerkniveau kun je dat helemaal aanpassen. Nou, allerlei thresholds uiteraard die standaard zijn ingesteld waarop alarmen worden gegenereerd. Dat zijn allerlei wifi gerelateerde zaken zoals de signaalsterkte, eventuele high channel utilization, andere zaken. Maar ook uiteraard op netwerkgebied, DNS-tijden als die lang duren of DSP. En dat zijn allemaal standaarden al voor je ingesteld, maar wil je dat eventueel aanpassen. Dan kun je gewoon de tijden die voor jou gelden, zeg maar, of normaal zijn, kun je gewoon hier aanpassen waarop eventuele alerts gaan plaatsvinden. Nou, die alerts kunnen uiteraard ook vervolg hebben voor notificaties. Er kunnen dus notificaties plaatsvinden naar de e-mail. Of eventueel kunnen er alerts plaatsvinden naar een third-party systeem en dat gaat dan via de webhooks. Dus je kunt een webhook toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld naar een Slack-channel zijn, maar dat kan ook naar een helpdesk-applicatie als ServiceNow. En die stel je dan hierin en vervolgens wordt die dus naar je ServiceNow gestuurd en die kun je dan daar verder verwerken. Nou, dat is heel even kort een demonstratie en ik heb natuurlijk bij lange na niet alles behandeld wat allemaal mogelijk is in het dashboard. Maar dit hopelijk een kleine indruk gegeven van de mogelijkheden. Nou, hierbovenin zie je het cadeautje in het dashboard. Dat zijn alle nieuwe dingen. Hier zie je bijvoorbeeld dat er nieuwe sensoren zijn. En dan switch ik heel even weer terug naar mijn PowerPoint. Hopelijk gaat dat goed. Ja. Allereerst hebben jullie hopelijk wel eens van ons Edge Service Platform gehoord. Hè? De strategie van Aruba, waarbij we de Unified Infrastructure hebben. En de Connect, de Zero Trust Security Protect en de AI Ops Features Analyze and Act. Hè? Dus de 1, 2, 3 stap, zoals je dat ook kunt zeggen. Nou, dat Edge platform, hè, hoe past nou precies UXI daar binnen?
ja, die infrastructuurlaag, dat zijn dus je sensoren. En hier zie je al een kleine hint naar een telefoon, daar kom ik zo wel even op terug. Maar dat is zeg maar eigenlijk de sensoren die dus de compliance testen. Dan vervolgens heb je dus de dashboard, hè, de protectie die dus plaatsvindt. Je kunt dus je beveiliging die op je netwerk hebt ingesteld, die kun je dus gewoon laten testen door de sensor. Hè, of het allemaal nog gewoon enige impact heeft op de gebruikservaring, duurt het te lang, werkt het niet, hè, al dat soort zaken. En uiteraard zit er ook in ons UXI inmiddels nog niet helemaal beschikbaar voor iedereen, maar zit er ook AI, intelligence, met andere woorden, machine learning op de data die gegenereerd wordt om te zorgen dat, wat we ook wel alerting fatigue noemen, dat er heel veel alerts zijn voor een specifiek klein probleem, wat eigenlijk een heel veel problemen zijn te vaak terug te relateren naar één. En dat zorgt dan een stukje machine learning voor om dat inzicht sneller te verkrijgen. Overigens, voor deze eens, dit is binnenkort een ander webinar en wat uitgebreider, en heb ik straks al even wat meer informatie over. Maar hier moet je wel minimaal 20 sensoren voor hebben om die machine learning te kunnen laten werken. Nou, wat ik al zei, even een blik op de toekomst een beetje. AIOps, hier zie je de sessie 2. Nou, dus toevallig loopt momenteel ook een door ons Aruba zelf georganiseerde webinars. Die sessie 1 is al geweest, maar dit lijkt een beetje, de inhoud van die sessie 1 lijkt een beetje op deze inhoud van deze sessie. Maar in sessie 2, die dus 27 januari is, en nogmaals, ik heb later wat meer informatie over, daar wordt dus zeg maar de incident detection AI ops feature, wordt die verder en gedetailleerd behandeld. Net zo goed als het feit dat we ook de mogelijkheid gaan krijgen om dus data te pushen naar een extern platform. En dat kan zijn naar AWS, maar ook eventueel andere platformen worden daarin ondersteund. Dus in plaats van dat je dus de data in ons dashboard analyseert, kunnen ze ook naar een third-party dashboard worden gepusht. Nou, we hebben dus een nieuwe sensor, Wi-Fi 6. Voor sommigen hopelijk allemaal bekend dat het de nieuwe Wi-Fi-standaard is. Nog geen 6E, dus geen 6 gigahertz standaard. Dit is een Wi-Fi 6 only. Dus 2.4 en 5 gigahertz. Nou, er komt ook een soft client voor specifiek de Zebra. En de integratie met de Centerpool wordt verder uitgebreid. Wat ik al zei, twee typen sensoren. De G6 is eigenlijk zeg maar de zesde generatie. Ik hoop dat ze de benaming een beetje logisch houden. Als er Wi-Fi 7 komt, dat er een G7 komt. Maar je kunt je voorstellen dat er ook nog een Wi-Fi 6E machine sensor zal komen. Op dit moment is dus de Wi-Fi 6. Nou, er wordt natuurlijk nu heel veel Wi-Fi 6 uitgerold. Wi-Fi 6E nog mondjesmaat. Hè. Er zijn ook nog maar heel weinig clients op het gebied van Wi-Fi 6E. Maar die gaan er uiteraard de komende jaren wel komen. Dus dan kun je natuurlijk in die zin ook uiteindelijk de Wi-Fi 6 die je nu uitrolt, wil je natuurlijk ook wel dat daar de testen op plaatsvinden. Deze zijn afgelopen december zijn die beschikbaar gekomen in twee versies. Dus de Wi-Fi only. Het is niet helemaal Wi-Fi only. Hij heeft uiteraard ook een Ethernet. Maar het is alleen maar het verschil dat de ene wel een cellular heeft met de C en de andere niet. Nou, de integratie met Zebra. Zebra zien we veel in allerlei soorten, maar voor voice, maar ook voor order picking en distributiecentra. En specifiek voor de Android Zebra clients hebben we een agent gemaakt. Die agent die werkt eigenlijk hetzelfde als een normale sensor, maar een normale sensor hangt natuurlijk stil aan een muur of ligt ergens stil en die roomt niet. En in dit geval met zo'n Zebra agent op die, of eigenlijk onze UXI agent op een Zebra, wordt dus die roaming testen en ook voice testing gedaan vanaf dat device. En dit is dus eigenlijk heel simpel. Het is een soft client die dus op een Android Zebra device draait. En die wordt dus ook in de cloud van ons zichtbaar gemaakt. Net zoals een normale hardware sensor. Nou, AIOps heb ik het al heel even over gehad. Hè, dat daar de alert fatigue eigenlijk mee op wordt gelost. De UXI en Central integratie hebben jullie al gezien in mijn demo. En zoals ik zei, er loopt nu een webinarserie, drie stuks. De eerste is al geweest, de recording kun je trouwens nog terugkijken op Owopedia for Partners. En ik laat zo even zien voor mensen die nooit van Owopedia hebben gehoord.
Laat ik zo wel even zien hoe wie daarbij komt. De eerstvolgende is 27 januari en degene daarna is 10 februari. En dan hebben we, hoe laat is het? Ik zit even te kijken waar mijn klok is, maar het is al 15:40. Ze zitten al aardig aan de tijd, maar misschien hebben we nog tijd voor een aantal vragen die misschien door het publiek zijn gesteld, want anders kunnen we onze eigen vragen behandelen, Max. Ja, ik heb een aantal vragen. Oké. Als eerste, wat voor type eindklant maakt gebruik van deze UXI-sensor? Je gaf net al aan distributiecentra, maar zijn er meer type eindklanten of verticals te benoemen? Ja, dat is een goede vraag en die slide had ik al natuurlijk voorbereid in deze. Kijk, eigenlijk kun je alle type klanten zijn geschikt voor deze oplossing. Bij name met klanten, zeker in de tijden waarin we nu veel thuiswerken. Een netwerkbeheerder zit misschien niet op kantoor. Een netwerkbeheerder is sowieso niet op alle kantoren aanwezig. Dus je bent op afstand. Eigenlijk heb je met een sensor heb je gewoon een remote network engineer. En dat is natuurlijk in alle verticals is dat zeg maar te gebruiken. Dus in die zin is er geen vertical waar dit niet relevant of niet van toepassing is. Dus dat is eigenlijk een hele makkelijke. De antwoord is alle verticals. Oké, volgende vraag. Je hebt al aangegeven dat het een multi-tenant oplossing is en dat het werkt op netwerken van andere vendoren, zoals Cisco bijvoorbeeld. Maar is het echt een permanente oplossing bij een eindklant? Of is het meer een troubleshooting tool die partners / MSP's zelf kopen en dan inzetten? Het wordt eigenlijk op allerlei verschillende manieren ingezet. We zien zeg maar, dat partners het gebruiken om een health check te doen bij een klant. Dus voordat überhaupt begonnen wordt met migratie of voordat überhaupt de relatie wordt gestart, wordt er eerst een sensor in het netwerk van de klant geplaatst. En die gaat dan een soort van baseline creëren. En vervolgens wordt dat uiteindelijk wordt dan de netwerk gemigreerd naar een Aruba-netwerk hopelijk. En dan vervolgens kun je ook zeg maar, zien dat er eventuele verbeteringen zijn. En die kunnen ook in kaart worden gebracht. En uiteindelijk zie je dus partners die dus in plaats van een SLA, een XLA, dus een experience level agreement met hun klanten aangaan. Hè? In plaats van uptime, rood, groen, et cetera. Dat ook daadwerkelijk echt op de gebruikservaring afspraken worden gemaakt over hun supportovereenkomsten. Dus er zijn allerlei varianten mogelijk. Dus vooraf dat überhaupt het netwerk draait, tijdens zeg maar, de migratie. Maar uiteraard, een partner kan dit ook gewoon als dienst leveren. En dan zijn er verschillende mogelijkheden van het dashboard om die data, zeg maar, al die sensoren te managen. Dus de mogelijkheid is om alle klanten los aan te maken en hun eigen sensoren. Maar je kunt ook alle sensoren van alle klanten die jullie zeg maar, managen in één dashboard hangen. Dus daar heb je eigenlijk alle flexibiliteit in. Soms wordt het ook toegepast om puur voor troubleshooting. Dus er is een probleem gemeld en dan wordt er een sensor naar een locatie gebracht om dan vervolgens vanaf dat moment natuurlijk een test te doen. Dat is ook een logische. Maar aan de andere kant heb je dan niet zeg maar, de historie en ben je natuurlijk altijd nadat een probleem gemeld is. En dat is natuurlijk het nadeel van als een sensor niet altijd bij een locatie is, dat je niet altijd een beeld hebt van hoe het was. Dus, maar het kan uiteraard wel, dus die vrijheid heb je. Oké, dan komt er ook een vraag binnen, waarop in deze slide eigenlijk al een beetje het antwoord wordt gegeven, maar ik ga het toch stellen, want het is wel een goede vraag. Werkt de UXI enkel in een Aruba-netwerk of ook met andere merken? Nee, dus die had je zelf al inderdaad ingekopt. En er staat hier ook al de slide. Dus de sensoren zijn compleet niet, zijn dus niet verbonden alleen naar Aruba. Dus iedere netwerkvendor kan deze sensor worden aangesloten. Overigens de soft clients, hè, dus wat er aan gaat komen in maart. Dus de Zebra is wel specifiek voor alleen maar Zebra clients. Dus dat is de Zebra client. Uiteraard kan dat op any netwerk zijn. Dus dat kan ook op een Cisco, Extreme, whatever de netwerkvendor is. Alright. Dan heb je dus ook een LTE variant, dus een UXI sensor met LTE. Kun je daar kort toelichten wat het nut daarvan is?
Ja, dus het nut daarvan is, en eigenlijk hier zie je met wat meer detail zie je de verschillen tussen de verschillende sensoren. Hè. Dus de sensoren die we eerst hadden waren de F-serie. Dat is deze form factor, leek meer op een X-point. Inmiddels zijn we naar de G-serie. Ja, dat zijn allemaal de ja, iets andere look and feel. Die zijn ook iets esthetisch verantwoorder, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat is maar net wat je persoonlijke voorkeur heeft. Uiteindelijk de LTE is met name een backhaul. Dus stel nou dat er geen wire en geen wireless verbinding is, dan heb je altijd nog de cellular verbinding als backhaul, waarmee de sensor kan terugrapporteren naar het dashboard. En die cellular wordt ook gebruikt voor het provisionen, dat is ook een voordeel. En de sensoren met cellular, die zie je hier ook, die hebben een power backup. Dus stel nou dat er een korte spanningsdip is, dan kan die laatste generatie sensoren, voor mij zelfs 45 seconden, zit er gewoon een condensator in, dat die sensor gewoon online blijft. Dus er zijn een aantal kleine subtiele voordelen van een sensor met cellular. Alright. En dan de laatste vraag. En volgens mij is die helemaal in het begin kort aangestipt, maar laten we die nog even goed onder de aandacht brengen. Is het dashboard altijd cloud-based of zijn er ook on-premise mogelijkheden? Nee, dus het dashboard van UXI is altijd cloud-based. Het is wel mogelijk om binnenkort, tenminste is het ook mogelijk om de data te exporteren naar een third party, AWS. Maar goed, dat is ook natuurlijk een cloud, maar je kunt dus de data wel naar een externe locatie exporteren. De integraties daarentegen met Central, die is natuurlijk, Central is cloud-based, maar we hebben ook een Central on-prem. En de integratie die we met de cloud kunnen maken, kunnen we ook met Central on-prem. Dus in die zin is er wel wat flexibiliteit en zaken mogelijk. Maar puur als je UXI aan zich bekijkt, is het gewoon cloud only. Oké. Ik zie ook dat er nog een vraag is binnengekomen. Ah nee, is iemand die zich afmeldt. Het zit ook al inmiddels aan de kwart voor. Ja, ik heb nog wel één vraag om heel even bij Aruba Central te blijven, want in Aruba Central zit natuurlijk al AI Insights. Maar kun je heel kort aangeven wat daarin de verschillen zijn tussen UXI en Insights? Ja, dus het grootste verschil tussen zeg maar wat UXI doet en Central is dat UXI geeft de gebruikerservaring weer. Hè? Dus die acteert echt als een gebruiker, als een eind, als een device. Terwijl Central, die heeft natuurlijk de view vanuit hoe het netwerk het ziet. Dus dat is een ander perspectief. Ja, dus de telemetriedata, die switches, access points, gateways, hè, die is verzamelen en naar de data lake van Central sturen. En wat daar dan met machine learning over plaatsvindt, is de network view, waarbij UXI het user perspectief is. Zoals hier eigenlijk gewoon heel eenvoudig op dit slide staat. En ik hoop dat dit dan een duidelijk antwoord was op jouw vraag. Ja, die vertaalt dat als het ware weer naar hoe de gebruiker zich, ja, daar zijn, wat zijn ervaring daarvan dan daadwerkelijk is. Ja, en je kunt ze ook in die zin een soort van samen gebruiken. Dus de machine learning adviezen die dus het netwerk ziet, daar komen ook adviezen uit. En als je die adviezen aanpast in de configuratie van je netwerk, kun je weer vervolgens in UXI zien wat de gebruikerservaring daarvan is. Dus de veranderingen die je op je netwerk doet, die doet bijvoorbeeld op basis van de adviezen van de AI Insights in Central, die kun je vervolgens valideren in de UXI. Oké, en daarmee zijn we denk ik bij het einde aangekomen. Ja, ik denk het moment om iedereen te bedanken. En ik zou zeggen, geniet nog van de Borrelbox. En alvast een heel fijn weekend. En bedankt voor dat jullie er aanwezig wilden zijn. René, jij ook bedankt voor het willen spreken. En ik zou zeggen, hopelijk tot snel.